De Universiteit Twente heeft een hele reeks van studententeams. Solar Team Twente, misschien wel de bekendste. Robo Team of Robot Team Twente. Green Team Twente, ga dan maar eventjes door. Vandaag richten we ons vizier op Solar Boat Twente. Het team heeft één doel voor ogen... En dat is goud winnen op het WK over drie weken in de haven van Monaco. De voorbereiding verloopt goed voor de Twentse zonneboot. Een vierde plek op het NK. Werd afgelopen donderdag weggespoeld met een overwinning in Enkhuizen. In de studio is Catherine is, teamleider van Solleboot Twente. Catherine, goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel dat ik hier mag zijn. Nou, leuk dat je er bent. We gaan het zo meteen hebben over de race in Enkhuizen. Want ze zijn benieuwd wat dat dan precies was. Um, en ook de hopelijke winst in uh, Monaco. Toch even goed voor mensen die dat niet weten. Wat is Solarboot Twente? Wij creëren een innovatieve zonneboot. Uh, dus we proberen heel veel duurzaamheid en innovatieve technieken te promoten. Mm -hmm. Met ons kleine zonnebootje. Dus uh, we doen allemaal gave technieken. Doen we erin samen met onze partners. Gaan we die ontwikkelen. En dan hopen we zo de hele sector te inspireren voor duurzaamheid. Ja precies. Maar dat is wat het, de term gewoon zegt. Het is een, een boot die vaart op zonne-energie. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het op neer. Ja, Hoe lang ja. zijn jullie daarmee bezig in een notendop met het bouwen en ontwikkelen van zo'n boot? In 2016 is het team opgericht, er is begonnen. En wij zijn nu het zesde team, het ja. zesde studententeam. En uh, daar doen we dan een jaartje over het hele bouwen. Deze boot zelf, de romp, die wordt al wel een aantal jaar gebruikt. Dus uh, die wordt elke keer weer gerecycled en dan uh, weer gebruikt. Ja, ja, en dan toch ben je nog een jaar bezig om te vernieuwen met een heel team, fulltime. Fulltime. Het grootste gedeelte is fulltime. Er zitten een paar parttimers tussen, maar voornamelijk fulltime. En dan allemaal, op elk vakgebied zijn we dan een onderdeel helemaal aan het innoveren en nog beter maken, optimaliseren. Kijk, we gaan het zo uitgebreid verder over hebben. Misschien goed om maar eerst even te kijken naar wat beelden. Afgelopen donderdag, de race in Enkhuizen. Dat zag er ongeveer zo uit. Ehm... Um... We zien hem hier uh, varen. Oh, let's go. Go, 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 go. En hij vaart go, eigenlijk niet op, maar boven het water, hè Catherine? Ja, hij gaat net boven het water. Hij vliegt eigenlijk. Um, dat doen we, met onze, we noemen ze draagvleugels, die zitten eronder. Er zitten drie stuks. Ja. En dan wordt er genoeg kracht ge gemaakt, ge ge gegenereerd door de snelheid en dan met de kracht om het water, komt hij net een stukje eruit. En dan hebben we veel minder weerstand. Want we zien hem hier even vanuit de, 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 de bestuurder van de boot. Gaat niet zacht. Nee, hier gaat hij uh, 25 km per uur, denk ik, ongeveer. Dus uh, dan uh, heeft hij wel redelijk wat snelheid erin. 25. 25, ja. Ja, is dat hard? Nee, ik kan me niet. Ik een speedboot gaat natuurlijk een stuk harder. Gaat een stuk harder, ja. Maar voor dit, een solleboot is dat hard? Het, is wel het gaat wel redelijk hard. Het gaat wel mee met de andere bootjes. Is dit Enkhuizen? Dit is in Enkhuizen. Ik bedoel, wat de... daarachter ligt, dat. Uh, Denk het wel. Ik ja, heb er een vakantiegevoel ja. van. Hè? <laughs> Ik denken, waar zijn we hier nou? Op de Caribe of zo? Dit is gewoon in Nederland. Wat doen wij hier nog in Enschede? <laughs> ja, dit is toch mooi. Maar wat, wat was dit voor race? Want uh, donderdag Enkhuizen, anders dan het NK wat jullie in mei hadden, waar jullie vieren werden? Ja, het NK, daar hadden we verschillende onderdelen. en dat was dus, We hadden als eerste een duurrace en daarna nog een rondje Akrum en een, een sprintrace. En hier in Enkhuizen was het vooral uh, twee duurraces waren net. Dus mm -hmm. Daar ging het heel erg op de efficiëntie en zo lang mogelijk kunnen varen. En dat is, uh, we hebben het allebei kunnen uitvaren, dus dat was heel mooi. in de eerste Zelfs in de eerste positie. Wat bedoel je met allebei? Uh, het waren twee dagdelen, dus, of uh, twee dagen zelfs. Op de uh, vrijdag hadden we dan de eerste duurrace. En dat was een rondje van 35 kilometer, een stukje. En de tweede was ongeveer 50 kilometer. En dan, uh, dat was op de tweede dag. Ja. Dat hebben we allebei uit kunnen varen. En dan de eerste zijn we, de, die van 35 kilometer, die zijn we als eerste gefinished. En de tweede zijn we als tweede gefinished. En uiteindelijk zijn we zo eerste geworden in het algemeen klassement. Ja, ja. ja maar wat betekent het dan dat je eerste finisht als het een, een duur race is? Maar toch wie het snelst binnen is wel? Ja, toch wel. Ja, ja, maar over een langere, langere afstand. Over een langere afstand. Dus deze is dan 35 kilometer. En dan uh, nee, wie het, het snelst binnen is. En de andere was 51. Uh, je hebt ook een auto, dan, uh, in de Akram hadden we een stukje, dat was rondje acronym dat. Ja. dan uh, heb je een uur lang de tijd... Friesland, zoveel... hè? Ja, dat was in Friesland. Zo klinkt het, ja. Een uur lang de tijd om zoveel mogelijk rondjes te maken. Dus dan gaat het ook uh, ja, nog steeds eigenlijk op snelheid. Ja, ja precies. Een, een stukje efficiëntie, daar, daar, daar draait het eigenlijk om. Hoe je met, met zo wind mogelijk zonne-energie... zo lang mogelijk afstand, zo snel mogelijk liefst kunt uh, varen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Um, wat zegt nou... Zo'n winst in Enkhuizen, welke, welke teams doen daar aan mee? Wat zegt dat uh, even waar, in waar jullie staan in aanloop naar zo'n WK? En na toch die vierde plek op het NK, ik wil het niet te veel benadrukken, maar uh, kun je daar wat mee? Nou, het waren redelijk dezelfde teams als uh, in het NK. In het NK hebben we nog een beetje technische problemen gehad. Daardoor zijn we vierde geworden. Ja. En die hadden we in Enkhuizen allemaal niet. En dat uh, pakte positief uit. Maar over Monaco dan zijn er weer overal, allemaal teams vanuit de hele wereld. Dus dat is moeilijk te zeggen hoe zij het gaan doen. Ze zij zijn ten opzichte van vorig jaar natuurlijk ook allemaal uh, flink verbeterd. Dus ja. hoe wat wij nou. In vorig jaar, Monaco. Wat? Vierde. Vierde. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is niet slecht. Is zeker niet slecht. Nee, we hebben ze echt wel goed gedaan, dat vorige team. Ja. Dus, uh, nou ja. En hoe zit dat? Want ik, ik heb dus van Solle Team Twente hoor je gewoon wat meer. Dus het is goed dat je hier zit. Is, is dat een stijgende lijn? Want bij Solle Team zie je natuurlijk dat ze steeds dichter bij die. Ultieme prijs komen. ze hadden een beetje een corona diploma met de, nee, mag ik niet zeggen, eigenlijk met Marok Marokka Marokkaanse, ook een soort van wereldkampioenschap. Ja. Hoe zit dat bij Solar Boat? Zit daar een soort van stijgende lijn in? Nou, dat hopen we wel. Ja, Sinds dit jaar kunnen we voor het eerst dus dat stabiele vliegen doen. Dus ja. dat uh, scheelt een hoop. Zijn dit, echt... dit boven, boven ja. het water uit doe je voor het eerst eigenlijk. Voor het eerst dit jaar is het echt stabiel. Vorige jaren is het al wel gelukt om eruit te komen, maar dan bleef het niet gewoon op één niveau en uh, kon het. Echt goed controleren. Dat lukt dit jaar nu wel. Ja. Dat, dat is mooi. Um, en daardoor kunnen we toch weer een stukje beter meedoen in de competities. Maar geef je niet dan ook, want uh, je gaat toch. Uh, bij de Formule 1 bijvoorbeeld, hè, dan zijn ze natuurlijk tot het, totdat het seizoen begint, zijn ze heel erg voorzichtig met het weggeven van hoe ziet die boot er dan uit. Mm -hmm. hey, doe je dat niet een beetje als je met zo'n race, dat je toch mensen nee, in je kaarten laat kijken? Helemaal niet eigenlijk. Nee? Nee, we zijn uh, allemaal echt goede vrienden met de andere teams, ook, nu van de Nederlandse teams. En we vinden het allemaal hartstikke leuk. We helpen elkaar graag om uh, zo duurzaam mogelijk en effectief mogelijk te zijn. Oh ja. Maar dan ga oh, maar één winnen. Ja, ja. Je ja, gaat erin. niet de prijs verdelen. Ja. En het is een gezonde competitie, maar we vinden het vooral heel erg leuk om elkaar toch wel te helpen, naar. Uh, ja, toch zijn het dezelfde, sorry hoor Maar zijn het dezelfde teams als die we altijd kennen? Hè? Dus zeg maar Delft, Eindhoven, de technische universiteiten die allemaal tegen elkaar strijden. wie zijn, wie zijn er op dit toneel? Uh, nou, Eindhoven die heeft uh, geen boot. En Delft die doet mee in een andere klasse. Die, uh, die heeft een waterstofboot. Uh, dus wij doen vooral tegen, ja, we noemen het een beetje hobby teams eigenlijk. En die zitten, komen vooral uit Friesland vandaan. Dus, uh, Oh ja, de, de scootjesieren. Ja ja. ja, 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 ja. Ja, dat is een ding, de scootjesieren. Dat is ook zo'n soort van. Uh, maar goed, ik zou het wat, 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 wat win je als je eerste wordt in, in Enkhuizen bijvoorbeeld? Eer, vooral de naam. Maar, het, maar het is niet heeft... dat je een extra budgetpotje krijgt wat je uiteindelijk nee, kan besteden nee, aan de auto. Nee, zeker niet. Het was ook vooral uh, uh, het idee van deze race was ook de eerste keer dat het georganiseerd werd was, was uh, vooral het idee om beter voor te bereiden op Monaco dat we wat meer golven kunnen uh, kunnen pakken en daarop oefenen. En dat is uh, aardig gelukt. Heb je je kaart niet verschoten? Sorry? Heb je je kaart niet verschoten? Ben je nu niet piekt. te vroeg gepiekt? De eerste ik geworden? Dat is straks helemaal mis. <laughs> Ga je toch ook helemaal niks mee met zo'n vraag? Nee, zo niet. nee ja, ik hoop het niet. Maar uh, ja. Ja, we moeten maar zien hoe het gaat lopen in Monaco. Ja. Want even Voor studententeams zijn jullie dus in Nederland gewoon uh, de, de beste? Ba ja, de enige? We zijn de enige. Waar ga je dan in Monaco, waar moeten we aan denken? Tegen wie strijd je daar? Hele, heel, over de hele wereld komen mensen daar naartoe, teams. Ja, daar zitten dus ook studententeams bij, dat uh, vooral. En dan uh, een paar Nederlandse teams die ook nu meededen in uh, NK en Akrum en Enkhuizen. Ja. Uh, ja. Ja. Wie is de beste over het algemeen of is dat uh, de, in, in uh, Monaco? Vaak is dat Sunflare, die heeft al een aantal uh, jaar op rij gewonnen. Sunflare? Sunflare, heette ze. Waar ja. is dat, waar komt dat vandaan? Ook uit uh, Friesland. Oh nee, dat, nee, dat ja. dit is gewoon een Nederlands team zeker, zeker. Dus wij zijn wel goed als Nederlanders op het gebied van oh, zonder boot. We doen boot. het best wel, uh, best wel aardig. Ja, ja, ja. Ja. Maar er zijn ook andere teams uit andere landen die ook uh, best wel leuk meedoen. Ja, maar het is toch opmerkelijk wat je vertelt. Dus die, ja, j, Jullie zijn een universiteitsteam. Mm -hmm. ja, er is hier nogal wat budget voor onderzoek en natuurlijk. Uh, en... Nou ja, opmerkelijkheid één, dat er blijkbaar geen andere universiteit in Nederland uh, de moeite vindt of wat dan ook om mee te doen met een zonneboot. En twee is dat er dus hobbyisten in Friesland uh, even goed dan wel beter zijn. Hoe kan dat? Ja, zij doen het al jaren. Wij wisselen elk jaar van team. En dan ja, gaat er toch een hoop kennis verloren. En op het begin van de eerste paar maanden moet je gewoon de hele boot leren kennen. Ja. En dat kost gewoon een hoop tijd. En zij kennen de boot al jarenlang en weten echt de helemaal binnenstebuiten achter tevoren. Dus dat is een stuk makkelijker. En dan kan, heb je ook veel meer tijd eigenlijk om, om die innovaties toe te passen aan je boot. Maar dat zijn toch niet, ja, even niet ik bedoel niet onhebbiedig, maar een stelletje boeren in Friesland die met een keten en dan een, 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 een surfplank met wat zonnepanelen erop. Dat zijn dan ook wel slimmerikken, neem ik aan. Dat daar zeker Die, die ja, daar hoor. gewoon uh, met wat voor een middelen werken ze daaraan? Of is het echt gewoon hobbywerk. Nee, niet alleen hobbywerk. Ze werken er echt wel serieus aan. Dus het is ook wel gewoon een, uh, ja, gewoon een serieus project wat ze doen. Ja. ja. Even naar dat Monaco-verhaal, hè? Want het is mm -hmm. natuurlijk prachtig. Een prachtige plek om, uh, om zo'n zonne. Is dat altijd daar, dat WK? Ja, dat is altijd daar. Wordt uh, elk jaar daar weer gehouden. En hoe ziet Monaco er op dat moment uit? Want als de Formule 1 of die vergelijking nog maar heeft te maken wordt gehouden, dan is natuurlijk Monaco helemaal afgesloten en dan gaat alles daarom. Is het voor jullie een soort van: ja, jullie liggen wel in die haven, maar de jachten varen jullie gewoon voorbij? Zo van: nou ja, de, blijkbaar is daar iets gaande. Hoe werkt ja, dat? Er gaan volgens mij nog wel nog steeds jachten voorbij. Ik ja. ben er zelf natuurlijk nooit geweest, dus nee. ik weet het niet helemaal hoe het eruit gaat zien. Dat is nog een grote verrassing. Maar volgens mij gaan er wel een aantal uh, gewoon nog, het lokale verkeer gaat ook nog gewoon door. Ja. Ja. Zin in? Zeker, tuurlijk. Ja, prachtig wat? mooi. Lekker naar Monaco. En dan, wat, wat, nee, we, heerlijk, ja. wat, het is een stad, een, een, een land waar je natuurlijk niet snel komt. Kunnen jullie ook nog dingen zien? Of ben je echt alleen maar met de race bezig? Nou, voornamelijk met de race. We zijn er wel een paar dagen eerder om uh, vooral te testen. Maar uh, daarna gaan we ook gewoon nog een beetje de stad zien, denk ik. Ja. Maar het hangt vanaf hoe het boot het doet. Als er uh, veel aan de boot nog gedaan moet worden, dan gaat daar alle tijd en moeite en energie in, natuurlijk. En anders. Uh, maar ik denk denken dat er wel een beetje tijd is om de stad ook te verkennen. Ja. Hoe werkt die race in Monaco? Wat moet je doen? Uh, nou, wij komen er maandag aan, dan heb je als eerste de technische inspectie. Dus dan moet je, wordt er gekeken of je aan alle eisen voldoet van de race, de reglementen. Uh, daarna kunnen we nog vrij veel testen, hopelijk. En dan op uh, donderdag zijn de kwalificaties. Vrijdag gaan we een endurance race doen, de duurrace. Dat is vier uur lang, uh, ja, eigenlijk een beetje langs de kust van Monaco uh, varen. En dan wie het verst komt. Nou uh, uh, ja eigenlijk wel ja, ja, ja. en dan uh, op zaterdag hebben we een match race een beetje een, een drag race kan je dat zo wat zien cool. Ja, heel gaaf. En een slalom. Dus dan kunnen we echt kijken of we ook uh, mooie bochtjes kunnen maken. Dus je boot moet verschillende disciplines doen. Zeker. Maar dat is anders dan bij de solar teams, geloof ik. Hè? Waar, waar je een soort van één soort race hebt en je, je hebt wel verschillende klasses, maar die, dat, die we, we racen niet tegen elkaar, om het zo maar te zeggen. Hier doe je dus alles. Hier doe je alles. Ja, er zijn ook nog steeds verschillende klasses. Maar dat is vooral het type boot die heel anders is. Ja. Maar de meesten hebben wel uh, allemaal verschillende categorieën waar je aan meedoet verschillende dingen worden getest in zo'n race. We lopen de hele tijd een uh, vergelijking te maken met het Solar Team. Mm -hmm. Jullie zijn beide twee uh, zonneteams van, uh, van de Universiteit Twente. In hoeverre kun je nog dingen met elkaar afwisselen qua informatie? Nou, best wel een hoop. We werken uh, sinds dit jaar samen aan een motorcontroleproject. Dat doen we nu samen. Het uh, Solar Team heeft die een tijdje terug ontwikkeld. En uh, nu gaan we hem samen zijn we hem helemaal aan het optimaliseren, lichter maken en nog efficiënter. Of, uh, dus uh, die zijn we nu samen aan het doen. Uh, dus daar werken we heel veel in samen. Uh, we doen ook heel veel PR-dingetjes samen. Vinden we ook hartstikke leuk. En, uh, dus dat soort dingetjes doen we. Waarom ja. ben jij niet bij het Solar Team gegaan? Uh, nou, ik vond dit gewoon helemaal leuk. Ik vind boten leuk. En man, dat is de keuze makkelijk gemaakt, toch? Ja. Geldt dat voor zo'n heel team? Wat zit, wat zit daar van mensen in? Ja, allemaal wel bootliefhebbers. Voornamelijk bootliefhebbers wel. Ja. ja nee, goed, eh, um, Universiteit Twente, ja, we hebben een haven. En er is onlangs toevallig een havendag geweest. <laughs> Maar er gebeurt natuurlijk niet heel veel aan recreatie, uh, vaart, ja, roeiverenigingen en zo. Maar zijn dat voornamelijk mensen die van buiten Enschede komen, die vanuit het watergebied uh, komen wat dat betreft, of niet? Ja, bij de ouders dan uh, vooral op, uh, heel veel uh, watersport gedaan. En ook wel gewoon nog steeds een hobby is. Ja, hoe groot is het team? 21 mensen zijn we. 21. Ja. En die werken daar zo'n heel, heel jaar aan. Je ja. werkt natuurlijk voort op wat er al vorige team ongeveer heeft achtergelaten, neem ik aan. Ja. ja, daar bouw je op door natuurlijk. Wat zijn het de afgelopen jaar punten geweest? Ja, ik weet niet. Is het, is, kun je ons eens meenemen in hoe dat werkt? En wanneer jullie dachten van, ja, het kan wel eens wat worden, want als je deze race wint, mm -hmm. dan, dan kun je blijkbaar, Monaco ga ik maar zo vanuit, ook winnen van een van die Friese teams. Het zou kunnen, maar ik denk niet dat het uh, gaat lukken. Ja, we gaan er even vanuit. <laughs> wie weet, wie weet. <laughs> uh, ja, nou, we zijn vooral begonnen in het jaar met uh, de conceptfase. Uh, dus allemaal ideetjes uitwerken en kijken of het een beetje past in de boot en of het echt uh, verbetering gaat brengen natuurlijk. En daar hebben we het oude team ook zeker in betrokken. Want dus zij hebben er toch al een jaar aan, aan gewerkt. Dus zij hebben heel veel tips en tricks. En uh, dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. En dan ga je al vrij snel dat concept nog verder uitwerken. En dan uh, produceren, testen. En dan ga je de races in eigenlijk. Mm -hmm. Dat is een beetje hoe zo'n jaar in elkaar steekt. Ja, is er moment spannend geweest uh, in, de, in, 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 die, in dat avontuur van afgelopen jaar? Of is dat gewoon uh, draaiboekwerk? Nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. We hebben niet echt heel veel uh, knelpunten gehad. Het liep allemaal wel uh, vrij voorspoedig, gelukkig. Dus dat, dat is mooi. Waarom denk je dat je, dat je, waarom denk je, dat je nou ja, er niet van uitgaat dat je wint in Monaco? Uh, nou, wij kennen eigenlijk de hele golven daar niet. We zijn de Nederlandse golven gewend. Die zijn een stuk korter en kleiner. En uh, in Monaco heb je hele lange golven en deining. En, uh, dat, uh, ons contro controlesysteem is daar nog niet op getest. We proberen natuurlijk wel daarop te optimaliseren nu. Daar dus zijn we druk mee bezig. Maar uh, we moeten kijken hoe dat gaat lopen. We, ja. Ja. Maar vorige teams kennen dat wel, toch? Kunnen die dat niet, die kennis niet overdragen of werkt dat niet zo op die, die manier? Die hebben er niet gevlogen. Die hebben daar alleen maar ah, gevallen. Dus met die uh, nieuwe vorm. Ja. Ja, ja. En die Friesen die zijn daar vorig jaar wel geweest, dus die weten al beter met hun boot wat ze mee moeten. Zeker. We moeten ja. toch even waar zitten die mensen? We moeten toch even een keer een heimelijk bezoekje plegen aan Friesland. Oh, dat wil ik best door. wel doen hoor. Ja. Als Groningen ben ik daar. Uh. Ja. Um, uh, uh, stel even om uh, uh, um het gesprek enigszins af te ronden. Mm. We gaan er gewoon vanuit dat jullie winnen. 3 juli is het, hè? 3 tot 8 juli. Ja. 3 tot 8 juli, fingers crossed, voor het Solarboot Twente. Uh, wat gebeurt er daarna? Ga je dan gewoon weer alle in je eigen weg? Ja, gaan we allemaal weer studeren als het goed is. En ja. dan uh, hebben we een nieuw team. En ik ga dan weer het hele riedeltje rond, zeg maar. En wat, wat hou jij dan over aan zo'n jaar werken aan zo'n Solarboot? Uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik doe zelf ook een technische studie. En nu ben ik uh, helemaal de communicatie ingegaan. Dus dat heb ik eigenlijk het hele vakgebied wel uh, redelijk kijkje op gekregen en heel veel ingeleerd. Uh, ja, dus dat neem ik zeker mee. Ja, dus misschien zien we jou qua communicatie nog wel terug bij een uh, technische... Maar uh, ja, uh, nou, je doet het in ieder geval kunnen. hartstikke goed hier aan tafel, Catherine je Dankjewel voor je komst en heel veel... Plezier voornamelijk, maar ook gewoon succes. 3 tot 8 juli in Monaco bij de ja, soort van wereldkampioenschap voor Solarboots. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat is het wel.